Hoofdstuk 2 Legering van de Israëlieten. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: Wanneer de Israëlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie. Aan de oostkant, waar de zon opkomt, moeten afdelingen van Juda zich bij hun vaandel legeren. Aanvoerder van de Judeërs is Nachson, de zoon van Aminadab. Zijn leger is volgens de telling 74.600 man sterk. Aan dezelfde kant slaat de stam Isachar zijn tenten op. Hun aanvoerder is Netanel, de zoon van Suar. Zijn leger telt 54.400 man. Ook de stam Zebulon komt daar. Hun aanvoerder is Eliab, de zoon van Gelon. Zijn leger telt 57.400 man. In totaal tellen de legerafdelingen van Juda 186.400 man. Ze moeten steeds het eerst opbreken. Aan de zuidkant moeten de afdelingen van Ruben zich bij het vaandel legeren. Aanvoerder van de Rubenieten is Elisur, de zoon van Sediour. Zijn leger is volgens de telling 46.500 man sterk. Aan dezelfde kant staat sta, staat, slaat de stam Simeon zijn tenten op. Hun aanvoerder is Selumiel, de zoon van Sadai. Zijn leger telt 59.300 man. Ook de stam Gat komt daar. Hun aanvoerder is el Yassaf, de zoon van Deuyal. De Zijn leger telt 45.650 man. In totaal telt de legerafdelingen van Ruben 151.450 man. Zij breken als tweede op. Het leger van de Levieten met de ontmoetingstent bevindt zich midden tussen de andere legerafdelingen wanneer het kamp wordt opgebroken. Zoals de Israëlieten gelegerd zijn, zo moeten ze ook verder trekken, ieder op de voor hem bepaalde plaats bij zijn eigen vaandel. Aan de westkant moeten de afdelingen van Efraïm zich bij hun vaandel legeren. Aanvoerder van de Efraïmieten is Elisama, de zoon van Amihud. Zijn leger is volgens de telling 40.500 man sterk. Aan dezelfde kant komt de stam Manasse. Hun aanvoerder is Gamliel, de zoon van Pedasur. Zijn leger telt 32.200 man. Ook de stam Benjamin komt daar. Hun aanvoerder is Abidan, de zoon van Gidoni. Zijn leger telt 35.400 man. In totaal tellen de legerafdelingen van Efraïm 108.100 man. Zij breken als derde op. Aan de noordkant moeten de afdelingen van Dan zich bij hun vaanden legeren. Aanvoerder van de Danieten is Achiezer, de zoon van Amisadai. Zijn leger is volgens de telling 62.700 man sterk. Aan dezelfde kant slaat de stam Azer zijn tenten op. Hun aanvoerder is Pagiel, de zoon van Ochran. Zijn leger telt 41.500 man. Ook de stam Naftali komt daar. Hun aanvoerder is Achira, de zoon van Enam. Zijn leger telt 53.400 man. In totaal tellen de legerafdelingen van Dan 157.600 man. Zij breken het laatst op, elke afdeling bij zijn eigen vaandel. Het aantal Israëlieten dat ingeschreven was, geordend naar families, bedroeg voor het gehele leger, voor alle afdelingen bij elkaar 603.550. De Levieten waren niet met de andere Israëlieten meegeteld, zo had de Heer het Mozes opgedragen. De Israëlieten deden alles wat de Heer Mozes had opgedragen, alle legerden zich bij hun eigen vaandel en zo trokken ze ook weer verder ingedeeld naar geslacht en familie.